een game die de interesse van een gedeelte van onze redactie wist te grijpen vanaf het begin, eigenlijk vanaf de aankondiging, dat was Stray. En ik denk ook dat het grootste gedeelte van die groep GameKings aan tafel hier zit. Ja, al dient daarbij wel gezegd te worden dat naarmate ik meer van die game te zien kreeg, mijn interesse wat minder werd. Oh, hij gaat het downplayen. Ja, ik was in denial al die tijd. Wat voor denial? Ik had namelijk eigenlijk stiekem een beetje hetzelfde als Skate, dat als ik het zag, dat ik steeds meer dacht, en jij hebt dat ook wel gehad, je dacht, dit speelt waarschijnlijk niet zo lekker. Klopt. Terwijl, en ik bleef vooral, nee, dat wordt mijn game of the year. Dit is niet gewoon een indie game, dit wordt het beste wat ik ooit heb gedaan. En, ja, is het ergens een indie game? Het is van Annapurna. Ergens indie-ish. Het is geen te noemen. AAA. Nee, studio. PlayStation exclusive. Nee, maar het is wel een PlayStation exclusive. Dat wel. Toch? Ja. PlayStation 4 en 5. Ik heb op de 4 gespeeld. Jullie? Op de 5. Op de 5. Sick. Ja, op een tv die nog bij mijn oma had kunnen staan. Dus het maakt eigenlijk niet zo dan maakt het verschil. Hetzelfde, dan is het inderdaad de PlayStation 4 ervaring. Nou ja, cool. En dan mag jij, omdat jij, zoals ik was, even omschrijven wat voor idee dat je had je dat het zou zijn, die game. Nou, ik had verwacht dat het een exploring game zou zijn. En dat is het ook eigenlijk heel erg. Alleen wat je de hele tijd exploort zijn best wel kleine gebiedjes. Dus je komt eigenlijk steeds als Stray. Nou, het begint, je bent nu nog op het begin bij je met je kattenvriendjes. En dat kan ik wel spoilen. Eigenlijk het eerste wat er gebeurt is een soort van Mufasa-scène. Dat je naar beneden dondert. En dan ben je alleen ineens nog maar in je eentje. En dan ontdek je eigenlijk steeds een stukje van de wereld. Door met de karakters die daar lopen te praten. En dan ga je een beetje puzzelen, een beetje exploren. En langzaam ontvouwt zich een meeslepend verhaal. Dat best wel... Best abstract wel verteld is, wat heel grappig is. Ja, je moet het zelf heel veel invulling geven. Invullen, je moet het lezen. Het wordt niet cinematisch in beeld gebracht. Nee, precies. En het zijn ook daarbij, nog eens opgeteld, geen mensen met wie je interact natuurlijk. Los daarvan, je bent natuurlijk een kat. Ja. Nou ja, niet mensen in menselijke vormen. Maar het zijn ook geen robots. Dus wat er eigenlijk is gebeurd, de mensheid die is er niet meer. Die is uitgestorven. Ja. En de robots die hebben het niet overgenomen, maar die zijn bijna menselijk. Dus de AI is zo ver dat het mens... En ik was ze hebben ook emoties. Ik was van de week even op Schiphol. En toen ben ik in zo'n massagestoel gaan zitten. Waar je dus praktisch gemasseerd werd door een robot. Toen dacht ik, zo ver weg is dit helemaal niet meer. Is dat zo? En dit is voor jou natuurlijk een utopie. Ja, er zijn geen mensen. Er zijn geen mensen meer. En ik vond het wel heel grappig dat normaal is de mensheid dan ook de boosdoener. En ergens is er inderdaad, heeft de mens iets gedaan waardoor dit zo is gekomen. Ja. Maar er staat wel overal soort van rest in peace humans met hartjes en wat dan ook. Dus het is niet soort van heel erg dat ze erop afgeven. De mens heel is de maker vond in deze natuurlijk. De creator. Ja. En wat er dus dan uiteindelijk gebeurt, je ziet hier al een beetje de Cirque. Die zorgen ervoor dat alles wat op hun pad komt, dat vreten ze op. En daardoor zitten eigenlijk alle robots dus, die eigenlijk dus ook weer een soort van de nieuwe mensheid zijn, die zitten opgesloten en die komen niet meer in de Great Beyond, waar het gewoon buiten is. Dus alles is overdekt. Omdat ze bang zijn eigenlijk ook. Ja. Ze weten niet wat er nog meer is. En dat blijft dus een beetje vaag. Weet je het wel, weet je het niet? De een die ziet het als een soort van een ding waar ze al niet meer in geloven. De andere die wil het wel, maar die is een beetje angstig doordat die Cirques daar zitten. Ja. Dus sommige mensen hebben er alleen maar verhalen, of robots hebben er alleen maar verhalen over gehoord. En zo ontdek je dat zelf ook. Dus het blijft voor jou ook als speler een beetje vaag wat er nou precies is gebeurd. Ergens, al kom je natuurlijk ook, je komt niet uit de stad. Je komt al van buiten en dan val je op een gegeven moment inderdaad Mufasa-stijl ergens de hekken in, als het ware. Dus je weet al dat er wat meer is. Je komt in de slums terecht ook echt gewoon. Waar geen leven meer is. Waar de mensen zijn weggetrokken naar een betere plek. Als het goed is. Ik wil toch een beetje in het midden laten nog. Niet veel spoilen voor de mensen die het niet gespeeld hebben. En maar er blijkt daar gewoon boven ook nog eens een laag te zitten met AI, met robots die hun zaakjes wat beter voor elkaar hebben dan nog bijvoorbeeld, weet je, waar het allemaal niet zo slecht is als hier in die shitty down below omgeving. Die overigens ook heel erg tof vormgegeven is, hoor. Ik vind sowieso de vormgeving van deze game echt heel erg goed. Dat is wel de ster van deze game. Ja. En dat zagen we natuurlijk al in de trailers. En het is natuurlijk ook een beetje de context, de setting. Omdat het gewoon, je bent een kat in een non-human world. Nog niet eens benoemd, je bent een kat.
Dat laat ze je ook wel weten. Zijn, het rondje om op miauw te drukken. Als je een kleedje ziet, dan kan je erin krabben. Ja. En dat soort kleine dingetjes. Ik had op een gegeven moment lag er een zak op de grond. En toen deed ik mijn hoofd erin. En dan verandert de besturing ineens andersom. Die wordt contra dan, dit inderdaad. Soort dingen. Ja, dat soort kleine dingetjes geven je toch het gevoel van... Ah, ik ben een kat. En het doet wel. Als je gaat slapen, want je kan ook gaan slapen... dan begint je controle te spinnen. Ja. Dat soort kleine dingen, dat is heel schattig. En dat geeft die game wel iets extra's mee. Nog naast die wereld, want dat vind ik de twee sterren. Het feit dat je een kat bent. En sommige mensen zullen dat makkelijk vinden scoren. Want het is ook wel makkelijk om het cute te maken. Maar dat was Maar waarom mij is het wel... dan niet vaak gebeurd? Weet je, dat is je vast wel een keer in een kat gespeeld hebben in een game. Maar... Ja, classic. Classic inderdaad. Met zijn stofzuigertje. Maar wat het trouwens wel afgemaakt zou hebben... is dat Stray... op sommige momenten gewoon... zoals een echte kat... gewoon totaal maling zou hebben aan wat jij wil. Ja. En gewoon even iets totaal anders zou doen. Ja. Of zo, weet je wel. Gewoon even lekker een andere kant op lopen... om vervolgens weer terug te komen natuurlijk, maar toch. Meer van, ik was op een gegeven moment... meer van dat soort dingen. Ik dacht, oké, je valt... dus op het begin val je... lijkt het dat je... tot ten einde valde, dacht ik, oké, waarschijnlijk heb ik nu nog 8 levens. Dat had ik. En dat soort dingetjes had het voor mij ook nog net iets leuker gemaakt. Ik zit er niet in. Het was wel zo dat toen ik 9 keer dood was gegaan, ik een trophy kreeg. Ja. Met no lives left. Dus dat is wel... kijk, dit is de famous Mufasa scène. Dit is, kijk hem eens gaan. Yep. Meteen al die emoties. Hier, meteen aan het begin van de game, dacht ik wel nog... dat het feit dat alles wat je doet, wat katterig is, dus het krabben en zo lijkt niet echt effect te hebben op de gameplay. Dat komt later een beetje. En het voelde op het begin als heel erg als, waar kan ik op kruisje drukken, de game. Dat het puur van, dat het even zoeken was weer van als ik niet meer wist, oké, kruisje, springen. En ja, want dat is ding, je loopt gewoon rond met je pookje en voor de rest kan je dus inderdaad mouwen en wat quicktimey dingen doen en je kan springen. En dat is eigenlijk dus ook alleen maar op set. Ja, in ieder geval je kan niet zelf altijd springen, behalve als de game aangeeft, je kan hier opspringen. Ja. En dan kun je dus, want soms zijn er gewoon van die balken, 3-4 balken achter elkaar. En het enige wat je dan hoeft te doen, dat vind ik dan wel weer een beetje... gewoon X ingedrukt houden en hij maakt die sprongen vanzelf. Weet je wel? Dus je kan gewoon niet naar beneden sodemieteren. Het kan gewoon niet. Nee, dat klopt. Want overal waar je naar beneden kan, wordt aangegeven, dat is een kruisje. Anders kom je niet van zo'n balk af bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, de game neemt je heel erg aan de hand in vrijwel alles. Ja, en ook hier, kijk, dit zijn dan de soort van chase scenes en wat dan ook. Nou, hier had ik een probleem mee wel. Ik weet niet of jullie dat ook zo hebben ervaren, maar ik deed me heel erg denken aan Uncharted 1. Die game gaat op een gegeven moment, verandert die van de gameplay die al die tijd heeft gehad, in dat je weg moet rennen van die zombies. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. En dan speelt die game voor geen meter meer eigenlijk, want lijkt een beetje op geluk. En dat had ik met de Cirques eigenlijk ook de hele tijd. Als ze me ineens te pakken hadden, dan had ik niet het gevoel dat mijn schuld was. Ja, natuurlijk wel. Ik had het wel. En ik ben ook heel weinig dood gegaan, kan ik je vertellen. Zeker in de kleinere ruimtes. Als je op een gegeven moment moet je bijvoorbeeld op een lift wachten. Ja. Ik begreep er helemaal niks van waarom ik het nou... Ik heb gewoon rondjes gerend. Je moest gewoon rondjes rennen tot je lift beneden was. Ja, maar soms was het dus best wel onterecht voor mijn gevoel. Dit is het zelfs. Ja, en hier ga ik dood, denk ik. Tenzij dit skatesbeeld is. Nee, dit is jouw beeld. Ja, maar je moet gewoon hier precies letterlijk... Precies gewoon, je moet ook over die gaten springen. Over die gaten springen. Want ik ben alleen maar rondjes naar beneden. Flop, flop, flop. Ja, en hier word je dus opgegeten door de alles opvretende Zurk. Ik weet niet, dit voelde voor mij niet helemaal lekker. Snap ik. Nou, maar en dat heb ik een beetje met het rondlopen. Het rondlopen is niet... Het voelt niet het allersmoothst ooit, zeg maar. Ik vind het lopen juist wel heel lekker. Heel katterig aanvoelen. Ja. Het is katterig, maar het heeft dus... Het is de allersmoothste versie van hoe je ook paarden in sommige games dunst. Je bent echt... Je voelt een soort van... de hoek omgaan of zo. Het is, je bent niet een agile poes. Je kan niet soort van Assassin's Creed-stijl heen en weer. Weet je, een poes is agile. Dus nu moet je echt een rondje lopen als je terug wil. In plaats van dat je gewoon je pookje terugswingt en hij doet een of andere agile cat move en hij gaat de andere kant op. Het had veel smoother gekund. Ja, veel onmenselijker. Het is ook geen mens, het is een kat. Kan een kat dat? Doet een kat... Ik doe het. Ik heb een kat wel eens zien. Het soort van laatst zag ik een YouTube of een TikTok filmpje van een kat die achter mensen aanliep, een kind en wat dan ook. En er kwam een auto voorbij en die kat maakte een soort van backflip. En die keek en soort van, het is oké. En liep daarna weer verder. Het was fucking
onmenselijk letterlijk. Want hè, er is ergens iets in de besturing wat een beetje GTA aanvoelt. Nee, het is gewoon, katten zijn super agile. Dus tuurlijk kunnen katten een soort van een ploep ineens omdraaien. In plaats van dat je een soort van heel als een speedboat. Ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel klachten mee heb gehad. Je bent natuurlijk ook af en toe flink op snelheid. Dus dan kun je niet zomaar van een of ander moment even gewoon. En alsnog heb ik ze rare dingen zien doen. Ze kunnen echt binnen een halve seconde staan. Ze een soort van 10 meter de andere kant weer op. Maar dus ergens vond ik dat voor een kattengame. Vond ik dat vreemd dat het niet zo agile was. Ik moet zeggen dat ik het lopen het eigenlijk uiteindelijk het allerleukste aan die game vond. Het was anders dan ik had verwacht. Ik had een wat meeslepender, episch. We hebben het net al even in een ander item over Kena gehad. Het was ook een hele kleine game. Maar ik had de ambities van dit verhaal en de wereld, die werden door mij, zeker in de climax, niet waar. Het was een beetje een anticlimax voor mij. Ja, en echt tot op het allerlaatste moment. They keep you guessing, weet nou, je wel? Ze doen, interessante dingen met het verhaal. Maar ik vind het uiteindelijk, wat de ster voor mij was dat het een heel erg zen game was. Ja. Ik vond het gewoon heerlijk om door die gebiedjes heen een beetje te onderzoeken, met de mensen te praten. Wat moet ik doen? Op mijn dode gemakje. Want ik hoor heel veel mensen vinden die game te kort. Nou, dat is hij ook wel. Maar ik heb er best nog wel wat tijd in gestoken, omdat ik gewoon lekker aan het rond, letterlijk aan het stray. Ik denk dat wat stray is, een beetje dwalen toch? Een beetje. Ja, wat is stray eigenlijk? Stray is een zwerfkat. Zwerven. Ja, zwerven. Nou, ik ben letterlijk aan het zwerven geweest. Het is een game die je, als je een speedrunner bent, kun je hem in 2 uur uitspelen. Misschien wat minder. Iemand die gewoon normaal zijn tijd neemt en de puzzels, weet je wel, de puzzels oplost. Er zijn gewoon kleine mini-puzzels om bepaalde dingen te vinden of ergens anders te geraken. Het platform-element, als je dat allemaal gewoon normaal doet, dan ben je er in een uurtje of 6 doorheen. En dan heb je ook nog de memories die je overal kunt vinden. En nog wat andere collectibles, zeg maar, als het ware. Niet collectibles. Maar en die kunnen dan ook nog 2 uurtjes toevoegen. Dus deze game duurt op zijn langst 8 uur. En maar dat vind ik eigenlijk wel een prima tijd voor een game die ook mid-priced is, bijvoorbeeld. Drie tientjes, dacht ik. Drie tientjes, zoiets. Dacht ik. Ja, ik heb hem via PlayStation Plus Extra genomen. Dus ik hoefde alleen maar mijn abonnement met, weet ik veel, een paar euro op te hogen. En dan kon ik hem gratis spelen. Ja, precies. Nou, volgens mij is het dus iets van 3 tientjes in ieder geval. En het moet ook niet veel langer duren. Want ik merkte af en toe wel op sommige momenten. Deze game heeft af en toe wat pacing issues, voor mijn gevoel. Van hier wil ik even wat sneller doorheen. Weet je, dit duurt me even iets te lang. Het is hartstikke leuk, deze omgeving. En op een gegeven moment, je zag het net al, je komt door de sewers. En na de sewers kom je in een toch wel mooier gebied met meer neon en shit. Weet je, het is allemaal niet zo, zo nageestig. Dat is Midtown, toch? Dan? Midtown, ja, inderdaad. Ja. Weet je, daar brandt het neon nog. En daar zijn kledingzaken open en barretjes en zo. Dit is trouwens overigens de action die je gaandeweg, die je in de tweede helft ook krijgt. Je krijgt een lamp tot je beschikking, een soort UV-lamp. Ja. En daarmee kun je dus die vijanden killen. Die meter loopt heel snel vol, dus je moet echt wel goed je keuze maken om wanneer je hem gaat inzetten. Precies wat je nu doet, dat is het ding. Ik ben nog nooit overgegaan. Ik heb stukken gehad waar ik dacht, oké, ik ren gewoon door, in plaats van dat ik met die lamp in de weer ga, dat het beter was. Dat het eigenlijk zo speelde zoals het aan het begin was. Gewoon rennen en hopen dat ze je niet pakken. Oké, dat kan ook inderdaad. Dus dan kan je hem op 2 uur spelen. Maar nee, ik ben heel voorzichtig. Gewoon een soort van even 2 van die balletjes, flat. En dan komen ze naar je toe en dan poept en ze dood. En dan naar achter rennend, weet je, bijna de Borderlands tactiek. En heb ik er nooit eigenlijk problemen mee gehad. Dus dat, ik vond het leuk. En het is op een gegeven moment ook echt een vessel die geloofwaardig is, waarom je ineens wel een bepaalde regio kan verlaten. Dus dat vond ik heel tof. Ja, het is ook niet dat je dit dan vervolgens de hele game aan het doen bent. Het is iedere keer, de gameplay verandert wel vaak genoeg net even dat het weer interessant blijft om toch weer even wat tussen het. Want eigenlijk is dat vaak tussen dat je weer in een gebied komt waar je gewoon aan het zoeken bent en aan het puzzelen. Zitten dit soort actiesegmentjes. En dat switchen ze vaak genoeg op om het interessant te houden. Ja. Maar de pacing is inderdaad af en toe dat ik denk, nou, misschien had dit stukje net iets eerder of nog ergens nog een action piece ertussen. Dat had niet misstaan, maar wat ik af en toe had, is dat je dat sommige dingen niet heel makkelijk vindbaar waren. Ook. En dat is ook wel een beetje het exploration gedeelte van. Maar dat je op 5 stapels boeken moet springen voordat er iets gereveeld wordt. Ja. Daarachter had ik zoiets van, Jesus Christ, weet je, dat is wel heel. Ga je me heel erg soort van
ga je ervan uit dat ik alles wat ik zie als een kat bespring of zo? Nou ja, ergens ben ik het met je eens, maar het is ook, ik vond het ook ergens interessant, want ergens best wel laat in die game besefte ik me ineens wel dat deze game iets deed. Mijn gamerbrein die had bijvoorbeeld heel vaak, oh, tralies. Of oh, een hek. Daar kan ik niet doorheen. Nee, je kan er gewoon doorheen. Of onderdoor. Ja. Dan besef je ineens, want met de camera doet iets interessants in die game. Die geeft je eerst ook het idee van, oh nee, dit is afgesloten. En dan kom je dichterbij en dan buigt die camera eronder. Ja, klopt. En dan besef je, oh ja, fuck, ik ben een kat. Ik kan hier gewoon onderdoor. Ik kan hier tussendoor. En dat vind ik wel heel leuk gedaan. Nee, Jullie gaan de hele tijd dood. Nou, ik ga de hele tijd dood. Ik ben niet een goede gamer, maar ik ga niet per se vaak dood in die game. Ik en de Cirks waren geen vrienden. Nee. Je kon ze niet die voorspellende gedrag door. Ik had op het begin gewoon niet helemaal precies door wat, of het nou de bedoeling was dat ik er iets tegen kon doen of niet. Nee, nou ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, maar zonder die lamp dus niet. Nee. Dus dat was ik ook wel af en toe een beetje aan het uitvogelen. Precies dit, je moet gewoon die rondjes doen en that's it. Super, super. Ja, en je moet dus ook een beetje wachten. Dit is mijn clipje volgens mij. Ja, jij doet het beter. Ik had er ook wel meer voor mijn gevoel hoor. Ja, zo ziet het er. Ik ja, omdat ze bij mij allemaal naar beneden gesodemieterd zijn waarschijnlijk. Kan dat? Nee, ze vallen daar ook naar beneden, deels. Nou. En niet allemaal, maar soms vallen er wel aan. Ja, er komen er nieuwe bij nu. Ja. Dat is het. Ja, ik moet wel zeggen, Skate is wel echt een agile kat. Zo agile was ik nou ook weer niet. Dus nice. Hier kon je ook gewoon in, ja. Leuk. Leuke scène. Ook en dan de relatie die hij die de kat opbouwt natuurlijk met B12. De robot. Nou, dat is interessant. De robot die vergeten met is een, wat die is. Ja, precies. Ja. En die op een gegeven moment steeds weer wat pieces terugvindt. En daarmee weer een soort van consciousness. En het verhaal vertelt, wat dus ook best wel smart is. Want je leert door hem, door zijn ogen, door zijn herinneringen die hij terugkrijgt, steeds meer van hoe de wereld ooit in elkaar zat. Ja. Voordat het naar de tyfus ging. Ja, het mag geen verrassing zijn dat de mensheid daar natuurlijk weer een hele grote bijdrage aan geleverd heeft. Ja, maar niet een vervelende door je neus. Nee, precies. Dat bedoel ik. De mensheid is kut boodschap. Nee. Heel erg vond ik dat. Dat ook af en toe gewoon high five. Thank you voor dat jullie hier er waren. Message in. En wat B12 ook doet, en dat is wel. Dat maakt de game. Dat is ook. En dat is wederom de Zen-ervaring die het voor mij was. Als je het niet meer weet, dan vertelt B12 met alle liefde je wat je moet doen. En waar je ook met wie je ook alweer moest praten en waar die ook alweer ongeveer is. Ja, maar soms is dat dus niet specifiek genoeg. Ik heb dus echt best wel lang gezocht naar de kluis, bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. En hij zegt van, we moeten op zoek naar het volgende boek. Dat is het enige wat hij zegt. Hij zegt niet, misschien ligt, of sorry, het volgende boek. Notebooks, die moet je dan sparen. Die nergens een specifieke hint over waar die kluis dan eventueel lag. Ja. Of zo. Dus ja, ik vond dat niet heel specifiek, die hints. Die game, nee, maar wat trouwens ook goed is, want anders was alles voorgekoud en dat was het nu niet. Dus ja, ik heb het idee dat als je met iedereen praat en dat de game je wel. De game zegt op het begin eigenlijk ook al, als je een huis binnenloopt, dan laat ze op tv's pijlen zien met follow this. En eigenlijk doet die game dat de hele tijd wel op een manier. Of op een gegeven moment gingen er lampen in de achterkant of een lamp. Lampen branden, dat was heel smart. Dus inderdaad, in die grotere gebieden is het soms wel even zoeken dat je denkt van, omdat je dan op de specifieke plek eigenlijk al bent, maar niet helemaal ziet wat je daar dan moet doen. Dus bijvoorbeeld die stapel boeken. Ja. Maar verder is die game wel redelijk geslaagd in mijn ogen in je wijzen met waar je naartoe moet. Zeker, maar niet op een te makkelijke manier. Maar ook de puzzels zijn niet lastig, toch? Het is echt een Ed en Eddy aflevering op het algemeen. Ze moeten iets bereiken en dan moet je eerst naar die en dan moet je weer naar die en dan weer naar die en dan die en dan die. Ja, ergens is heel fetchy, maar niet op een manier dat het fetchy voelt. Af en toe. Sommige voelen wel. Ja, als je op een gegeven moment iemand ontmoet die jou verder kan helpen of die jou kan helpen ergens binnen te laten komen, dan moet jij eerst op zoek bijvoorbeeld naar een hesje en een helm. Dat was wel leuk. Ja, maar het is leuk. Er zit een oma zit daar te naaien. Een robot-oma. Super grappig. Nee, dat is weer een andere quest. Maar ik bedoel, dan. Is ook een hesje of een poncho. Ja. Ja, maar dit is dan vrij ingenieus wel, inderdaad. Van, oh, dan moet die helm moet die dan. Die kan die dan in een kledingzaak. Of die kan die in een of andere zaak halen. Maar dan moet die wel eerst in een doos verstoppen. En die doos wordt naar binnen gesjouwd. En met dat hesje hetzelfde verhaal. Dat hesje kun je alleen maar krijgen in die kledingzaak. Wanneer de baas van die kledingzaak of dat personeel
naar een andere ruimte is om iets te doen. Ik zal er niet te veel over uitweiden. Maar en daarvoor moet je dus wel weer eerst even een andere kleine missie oplossen. Iets met camera's. Dus, ja, maar dan rekken ze de game leuk. Maar daar had ik het dus bijvoorbeeld met die doos. Ik had al vrij snel door. Ik ook met die doos naar binnen. Ja. Maar ik was dus niet goed genoeg op het letten daar binnen met waar dan die helm was. Dus snap ik dat. Ik had de eerste keer ook gemist. Ja, dus ik heb alleen dat dingetje opengemaakt. Ja. Maar wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ja. Weet je wel? Ik dacht, ik ben slim. En toen stond ik weer buiten. Ja. Toen dacht ik, ik ben niet verder. Wat is de meerwaarde hiervan? En toen zag ik inderdaad later, die helm. Ja. Dus dat is funny, dat hebben we dan allemaal gehad. Waar je naartoe moet, weet je. Maar wat je daar dan moet doen, denk je af en toe van, moet ik hier wel zijn? Ja, hetzelfde is met wat we net zagen, die detergent. Soort van, je moet maar net snappen dat je inderdaad het bij de vendor moet heen en weer. Maar op een gegeven moment ik vond dat wel slim gedaan. Want op een gegeven moment is het van, met deze vendor heb ik nog niks gedaan. Ja. En precies altijd op het moment dat je dan iets tegenkomt. Want ze zeggen ook altijd soort van, beneden heb je niet zo heel veel te doen. Weet je? Dat zijn echt de slum van de slums. Je wil, hoe hoger je komt in die game, hoe chiller. Dus je bent in het begin heel erg de hele tijd in de hoogte aan het zoeken. En op een gegeven moment loop je dus een beetje onder voor het eerste rond. En dan precies op dat moment is dat ook waar je moet zijn voor de story progress. Dus ik vind, soms is de pacing inderdaad weird. Maar ik vind het dus ook af en toe, ik vind het wel goed game design. Van dat je precies op het moment dat je nieuwe dingen tegenkomt, ook dus dat precies nodig hebt. Ik voelde dat wel. Ja. Ik liep wel af en toe een deur voorbij waar ik eigenlijk moest zijn. Het werd me niet duidelijk. Deze deur heb ik ook zeker 10 minuten naar gezocht. Ja. Ja. Maar het is wel zo dat alle characters in die wereld op dat moment bijna zeggen, die hebben ook dezelfde dialogue. Dat vond ik af en toe wel een beetje irritant. Maar ze zeggen allemaal, iedereen waar je begint tegen te praten, die zeggen, je moet de deur hebben die ongeveer naast de blablabla. Ja, naast de bar. Maar er zaten wel meer. Ja, oké. Maar daarvoor zul je dus wel met al die andere robots moeten praten. En soms is het ook wel essentieel, want sommige robots helpen jouw story te progressen. Zelfs wanneer ze gewoon ergens aan de kant van een discotheek staan of zo. Je denkt van, het is gewoon random guys. Ja. Tot je ziet dat hij bijvoorbeeld een switch in zijn hand heeft. Maar daar let je normaal gesproken helemaal niet op. Maar wat doet die guy met die switch in zijn hand? Eigenlijk moet je, en dat is dus precies wat ik af en toe lastig van. De game gaat er in principe wel vanuit dat je alles en iedereen aanspreekt en overal heen gaat. Weet je, er zitten leuke hidden stories of hidden stukjes in. Ze geven ook niet zo goed aan wat nou de main ding is en wat bijvoorbeeld je moet een guy muziek. Dat was sowieso wat ik daar echt heel erg irritant aan vond, is dat als hele je dan had, muziek, zeg. Ja, maar dan gaf je er één. Ja. Stel je en dan moest je dat hele nummer zitten wachten. En het is allemaal kut was. Je krijgt niks meer van mij. Nee. Je krijgt die niks. Dat had ik ook. Maar zo waren er nog een paar van die dingetjes die je dan voor iemand moest zoeken en dat ik dacht, dat komt dan vast wel een keer. En dan kwam ik niet meer terug. Nee. Terwijl ik wilde het wel eigenlijk graag zoeken. Maar dan moet ik dus die game nog een keer gaan spelen. Wil ik dat alsnog... Nou ja, zeker. Zo zijn er inderdaad... En het is niet duidelijk tussen welke dingen nou nodig gaan zijn voor je verhaal eigenlijk. En welke dingen zij dingetjes zijn. Het is niet dat er een soort van in beeld komt. Oké, sidequest, fix dat. Nee. Dan zou ik dat eerst gaan doen. Ja. En nu was ik op een gegeven moment ineens verder in het verhaal en kon ik dat niet meer verzamelen. De game daar wel leuk genoeg vond om dat te gaan doen. Ja, ik ook. Ik vond het ook alle secrets zoeken. Want je ziet ook een beetje in je soort van in je mission of in je. Weet ik veel, wat je allemaal bent tegengekomen in de inventory. Qua inventory. Die memories en zo. Memories. Ja. Nou, je ziet welke je gemist hebt. Ja, dat wel, dus dat is een soort van, ik heb er fucking 03 gemist. Weet je, waar zijn die dan geweest? Maar ja, je komt inderdaad, ze zeggen niet even van, je gaat nu naar de volgende plek. Wil je dat? Want anders kan je het hier niet meer afspelen. Ja. Maar dat is wel, en dat is natuurlijk ook misschien die 6 uur. Als je dat nog een keer wilt doen, dan ben je er nog en dan ben je er 12 uur mee bezig. Dus dan hoef je eigenlijk, weet je, misschien dan maar 4 uur. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een part of the replayability. Kun je hem niet uitspelen en vervolgens ervoor kiezen om nog de overgebleven dingen die je nog wil afmaken? Ja, dat kan vast. Volgens mij wel, hoor. Wel. Daar ben ik dan nog niet aan toegekomen. Nee, precies. Ik ben ook niet die absolute collector, dus mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Ik vind het in dit soort kleine game. Kijk, als ik Assassin's Creed, dat overvalt me, dan is het veel te veel. Maar ik wist, dit is een kleine game, dan vind ik het wel leuk om het allemaal te doen, want het is behapbaar. En dat bleef het ook wel. Het was gewoon niet helemaal duidelijk wat nou nodig was en wat niet. En waarvan ik dacht, dat komt sowieso nog wel op mijn pad. Of niet. En dat vond ik af en toe jammer, maar verder... Ik weet niet wat ik met deze deur aan het doen ben. Lekker aan het snuffelen. Er komt niemand uit. Dat is heel irritant. Die zegt van, hoor ik nou wat? En dan komt er niemand. Ja. Nee, ik stond hier ook. Dat is ook een ding. Ik stond hier ook precies zo verbaasd als jij. Een soort van, maar ik hoor hem nu antwoorden. Waarom de fuck komt hij niet? Ja, dan moet je net even ergens anders erin. Nee.
Je hoeft hier, er is hier niks. Ah, oké. Okay, dat is gewoon het hele ding. Het is gewoon een soort van... Het is een Easter egg. Het is gewoon een Max Confusion. En dat gebeurt wel vaker. En dat is misschien ook wel... Je bent een kat, weet je. Je snapt niet alles. Dus ja, nee. Uiteindelijk heb ik me nergens echt aan geïrriteerd. Ik had al één momentje dat ik vastliep. Dat ik dacht dat ik, oh, hier kan hier naar beneden vanaf een balkonnetje. Mm-hmm. Dus ik loop onder de spijlen van het balkon door. En vervolgens blijf ik gewoon zo lopen. Ik kan niet meer draaien of weglopen daarvan. Mm. Klein dingetje. Maar verder was het een behoorlijk polished ervaring eigenlijk. Hoor. Ik had alleen af en toe dat ik dacht dat ik vastliep. Dat ik, op een gegeven, heel ver in de game. Dus hoe ga ik dat? Nou, je zit vast ergens. En iemand die lijkt bezig te zijn met naar buiten te gaan. En ik stond daarop te wachten. En ik heb echt 10 minuten staan wachten. De game is vastgelopen. Toen heb ik opnieuw. Toen bleek ik ergens. Verder. Maar dan gaf de game me ook weer het gevoel dat hij gewoon iets aan het doen was. Waar ik op moest wachten. Want dat heb je wel eens. Dat je op je robotvriendjes moet wachten. Of moet dat hij loopt. Of dat je moet lopen. Ik kan nog één ding. En dat drones op een gegeven moment op mij afkwamen. Met hun lichten. Ja. En dat ik snel in een doos ging. En er kwamen er alleen maar meer bij. En dat... Je hebt groen of blauw, safe, geel, rood. Weet je, je bent fucked. Rood is dood. Rood is zo goed als... je hebt nog een paar seconden van, red ik het? Nee. Ja. En, maar op een gegeven moment komen er steeds meer van die drones... terwijl ik in die doos zit. En die blijven allemaal op geel. Ja. Dus die shit bleef hangen. Ja. Dus toen ben ik eruit gesprongen. Ik zag een stukje verderop nog een doos... snel daarin gegaan. En toen gingen ze gelukkig weer één voor één terug... vanuit die gele stand naar de blauwe stand. Maar hadden jullie bij die drones niet een beetje hetzelfde... als wat ik dus bij die Cirque had? Dat je dacht dat het een beetje willekeurig leek... of je snel wel kon ontlopen of dat ze je raakten. Want soms dacht ik... Okay, ja, maar ze hebben van die patronen ook. Hè? Veel hebben dat wel. Maar als ze je eenmaal hebben gezien... dan kan je dus gaan rennen, ook in dat... Ja. En dan soms, als je een beetje heen en weer beweegt, dan schieten ze mis. En soms was het gewoon in één keer pam, duiken ze in één keer, maar dat is natuurlijk... Ja, is realistisch. Ja, ja, ergens. Super realistisch. Stom, inderdaad. Sommige Zurk doken gewoon raak of wat dan ook. Ik vond sowieso... En ik, hoe skaten net echt, soort van echt aan het, als een kat tussendoor aan het rennen was, dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb het altijd heel makkelijk gecheesed door gewoon de hele tijd aan de zijkant van de dinges te blijven. Nee, en gewoon rondjes te rennen. Op een gegeven moment verandert die game daardoor, vooral door die drones, een beetje in een stealth game... Dat is gewoon niet mijn gameplay. Dus ik moet wel zeggen dat op een gegeven moment de stealth elementen die geïmplementeerd werden op een gegeven moment, want je moet dan soms ook, dan komt er een moment dan heb je hier bijvoorbeeld drones die zo licht stralen en dan heb je op een gegeven moment in het midden heb je van die grote, ik weet niet wat het waren, zakken of zo, die dan die kant op gaan. Dus dan moet je aan de andere kant, in die schaduw, moet jij meewandelen, zeg maar. Ja, dat zijn wel leuke elementjes die zijn toegevoegd en ook wel een welkome pacing break geven, als het ware. Ja. Ik vond, daar hadden ze misschien in de eerste helft van de game ook al iets meer mee mogen doen met het stealth element. Want voor mij dus niet. Je bent eigenlijk meer met fetch quests bezig in de eerste helft van de game. Dus ergens snap ik het ook wel. Dus die balans is, daar valt weinig op aan te merken wat dat betreft. Ja, want jij zei net dat je pacing wat minder vond. Maar op welke plek eigenlijk ook al in het eerste deel. Dat ik dacht van, oké, deze reeks aan fetch quests om verder te komen... Ja, maar dat is natuurlijk wel, er zat wat verhaal bij. En dat verhaal vond ik wel heel tof. Dat je even geïntroduceerd wordt met het feit dat robots ook een soort van gevoelsdingen zijn in dit universum. De AI is gewoon heel ver. Ja, die zijn doorontwikkeld. Daar waar bijvoorbeeld in Midtown, of nee, nog ergens anders, zeg maar, zijn ze heel erg onderontwikkeld gebleven, die robots, om... redenen die ik hier niet zal toelichten. Nee. Maar dat is wel een hele interessante... De backstory is heel voor mij interessant genoeg. Maar viel dat voor jou niet uiteindelijk in één grote anticlimax uit? Nee. Sterker nog, ik vond het eigenlijk wel een heel goed einde. Met een beetje een open einde. Een einde waarvan je denkt van... Ah, oké. Okay. Oh, dacht dat jij er niet meer was. Maar je bent er toch nog wel. Hmm. En het geeft ook de mogelijkheid om Stray... nog wel een vervolg te geven. Je kunt misschien vanaf nu... kun jij verschillende... bovenwereldse gebieden... gaan ontdekken en dergelijke. Nee, ik bleef met de helaas, want ik vond het inderdaad... waar ze naartoe bouwden, vond ik heel interessant. Maar toen ging het voor mij net iets te snel op het eind. Dat ik dacht, oh, het is ineens afgelopen.
En ik bleef toch met een klein leeg gevoel achter, helaas. Ja, misschien moet jij dan maar DLC voorgeschoteld kijken. Ik hoop het. En vrij snel daarna kwam wel weer gedachte van... Eigenlijk maakt het me ook niet uit, want het is niet de mee slepende ervaring die het had moeten zijn. Het was gewoon heel simpel, fijn avontuur. Maar wat verwachtte jij dan? Maar precies dat, ja. Nou, ik had zeg maar dus die wereld die geschept wordt. Ik had en wat daarover verteld wordt. Ik had verwacht dat ik daar ook meer van zou zien en dat meer impact zou hebben, dat meer zou voelen. En nu vond ik het vooral gewoon een hele fijne game om even een paar uurtjes relaxed in rond te lopen. En die game streeft daar ook niet naar om een groot... Maar ik had dat ergens gehoopt. En dus nogmaals, door wat er gezegd wordt over die wereld, had ik dat ook een beetje verwacht dat het op het eind nog wel iets meer zou brengen dan dat het nu voor mij heeft gedaan. Je bent katten onder robots. Dat is natuurlijk ergens voelt het heel erg dat je verzint gewoon iets van we gaan van A naar B of weet je, we gaan omhoog, we gaan een andere plek zoeken. Dat is wat het is. Ja, maar zoals het nu is, wat ik dus heel leuk vond, had ik net zo goed gewoon in San Andreas gewoon als kat willen rondlopen misschien wel. En dan had ik ook die relaxte rondloopervaring gehad. Ja, maar dat is gewoon leuk. Nee, maar dit is toch wel een tof. De wereld is vormgegeven, waar je ook echt wel doorheen wil wandelen. Ja, alleen dus wat ze daar aan het einde mee deden, daar had ik iets meer van. In mijn hoofd had ik daar meer van gemaakt en gehoopt. Ja. Ik had het niet per se verwacht. Toen ik het ging spelen, had ik inderdaad in het begin zoiets van... Oh, wacht, dit is wel ietsje meer uitgekleed nog dan dat ik dacht dat het was. Maar toen ging ik het verder spelen. Het speelt gewoon leuk en gemoedelijk. Ja. En lekker gemoedelijk. Dat gemoedelijk. Ja. Dat sowieso. En ik had hier überhaupt al geen... echte verwachtingen bij. Althans, op het moment dat ik die robots geïntroduceerd zag worden in de gameplay footage en zo, kreeg ik een wat beter beeld van wat deze game nou precies was. Ja, dat vond ik eerst jammer, maar ik vond het juist eigenlijk leuk. Ik had helemaal niet verwacht dat ik al die robots zo tof zou vinden. Cute. Ja. En gewoon echte characters ook wel, weet je. Precies. En dat speelt uiteindelijk allemaal in het voordeel van deze game. Dus een game waar ik niet heel veel van verwachtte. Waarvan ik zoiets had van, ik ga het sowieso wel spelen als die mogelijkheid zich aandient. En wat ik 6 uurtjes er doorheen. En gewoon wel een ongecompliceerde goede tijd gehad. En met een ondersteunend verhaal dat prima aansloot bij wat deze game voorschotelt. Ja. Nee, ik heb hem net even opgezocht. Ik zie hem overal voor $30 staan. Dus dat zou ook wel €30 zijn. Mm-hmm. Ik denk dat het is niet te koop op het je bakjes lopen natuurlijk hier. Maar dat je niet meer hoeft te verwachten van een game als dit. Als in, hè, voor wat ja, maar de ene is, 30 ook... euro game is de andere 30 euro game natuurlijk niet. Ik vind dit echt wel bang voor bak. Omdat het, precies, dat bedoel ik. Ja, nee, het doet echt... het doet een aantal dingen gewoon dusdanig fris. En ik bedoel, met een kat spelen, weet je wel. Ik bedoel, cat people gaan hier sowieso hard op. Ik ben niet per se een kattenperson of zo. Maar katten kunnen het goed bij mij vinden. En ik kan het over het algemeen ook goed met ze vinden. Maar het is niet dat ik daarom deze game ben gaan spelen of zo, weet je wel. Nee, maar het voegt echt wel iets. Toch heb ik heel vaak dat ik toch weer denk... Oh, ik ga toch heel even ergens aan krabben. Terwijl het slaat nergens op. Ja, dat heb ik echt letterlijk 1 keer gedaan voor de show. En daarna doet het me echt helemaal niks. Ik dacht, ja, ga ik nog iets krijgen of zo? Als ik 20 keer gedaan heb, weet je wel. Ja, dat was het soms wel. Ook als je gaat slapen, dan zoomt de camera heel langzaam uit. Ja, dus je dacht van, heel zen. Hoe lang moet ik... Ja, dat wel. Maar stopt hij gewoon met dingen. Dan weet je ook van, dit was het. Ja, maar ergens hoopte ik misschien inderdaad ook wel iedere keer weer... Misschien gaat het hier wel iets doen. Ja. En dat gebeurt helemaal. Ja, maar ik had het afgelopen weekend niet heel veel tijd. Ik dacht, ik kan wel elke keer hier hebben geslapen met die kat. Maar een nobody got time for that. Dus wie weet dat ik het nog eens een keer doe wanneer ik meer tijd heb. Maar ik verwacht niet dat dan opeens... prachtige resultaten oplevert. Nee, want voor de rest van de memories, die memories die vertellen leuke dingen, maar uiteindelijk inderdaad een soort van als je ze allemaal niet hebt gezien is het wat anders natuurlijk, maar. Nou, dit is gewoon. Bouwt het niet heel veel. Tekstjes. Ja. Dus het is wat lore, wat backstory. Ja. Oké, nog eventjes concluderend. Ik vond het lachen. Ik vond het. Ik had gehoopt dat het een speciale game was. Ik had niet verwacht dat het een hele grote, sicke game was. En dus alles is. Ja, het was naar mijn verwachting denk ik eigenlijk. En dat is tof. Ik vond het een fijne,
intieme game. Het is ook echt een intieme game. Het is geen game die het uitschreeuwt, als het ware. Nee. Weet je wel? Het is, je ondergaat hem. Het is intiem. De soundtrack die door, sluit fijn. Ook heel heerlijk op aan. Lekker van die... Soundscapey shit en zo. Weet je. En af en toe wel van die hele rare futuristische robotic gekkigheid. Ja, vaak ook bij de action scenes. Komt er een soort van omnius raar inderdaad elektronisch plonkertje of zo. Ja. Die kutgitarist. Ja, die was vrij. Die hadden ze moeten wegtrappen, inderdaad, ja. En jij had er nog het meeste zin in, denk ik, van iedereen? Ja. Ja, ik ben heel even... Dus ik denk dat toen ik begon, toen ben ik heel even... dacht ik van, oh, oké, dit is misschien... Ik moet mijn verwachtingen temperen. Ja, dat had ik ook een beetje. Dat is eigenlijk heel snel gelukt. En toen bleef er gewoon een hele charmante game over. Ja, charmant is ook een goed woord ervoor. Dus dat is het, denk ik. Stray, leuk.